Hij heeft nog een uh, interruptie, mevrouw Helder van de BBB. Ja, voorzitter, um, ik hoor collega Mulder zeggen agenda uh, en uh, de zaak over het doorleveren van de F35-onderdelen. Uh, dat vinden wij geen politiek oordeel. Collega Mulder zei letterlijk uh, ja. dat, uh, het, uh, dat de rechters niet op de stoel van de, de politiek zijn gaan zitten. Ze zei ook dat we voorzichtigheid moeten betrachten. En daarom vind ik het heel leuk dat ze dat zei. Want uh, volgens mij is die zaak over de F-35-onderdelen nog dat de staat in cassatie is gegaan. Dus dan zou ik dan, als ik haar was, voorzichtigheid betrachten. Zelfs zeker wat anders in. Maar Urgenda ging over het behalen van de klimaatdoelen. En uh, die club vond en vindt dat het beleid zodanig is dat die doelen niet worden gehaald. Maar dat gaat toch over beleid van de regering. Hoe kan dat dan geen politiek oordeel zijn of niet op de stoel van de wetgever gaan zitten als je oordeelt dat het beleid inderdaad niet zodanig is dat de klimaatdoelen worden gehaald? Mevrouw En Dan gaan we nu een debat voeren over de agenda en de F35. Ik heb ze aangehaald. Ik heb ze bewust aangehaald om, denk ik, meer een statement te maken dat wij politiek, uh, de regels bepaalt. Wij, wij bepalen de regels, wij bepalen de wetten uh, uh, in formele zin hier in deze Kamer met elkaar. En dat is goed, we leven gelukkig niet in een bananenrepubliek. En ik weet dat onze rechters ook vanuit hun onafhankelijkheid zich uh, een, een oordeel moeten vellen op basis van de regels die wij als politiek maken. En door deze voorbeeld te noemen, en je kan ze een nou, goede voorbeeld of slechte voorbeelden vinden, wilde ik wel een punt maken, namelijk dat het uiteindelijk. Bij ons eindigt. Wij maken de regels, zij houden zich aan de regels die wij uh, stellen. Overigens ben ik wel blij dat uh, de uh, Venetië-commissie nadrukkelijk heeft uh, gezegd dat je veel, veel actiever moet gaan kijken wat dingen betekenen voor mensen. Hè? Uh, die menselijke maat, wat we overigens ook bij de kinderopvang- uh, uh, of kindertoeslag-affaire kindertoeslag, Kinderenopvangtoeslag. hebben gezien. Um, dus, dus ik, ik denk dat we ons niet helemaal moeten focussen op die voorbeelden. Maar, maar dat de kern voor mij met name ligt in um, de bevoegdheden die onze rechters hebben. Die, die zijn onafhankelijk en die laten zich leiden door de regels die wij maken. En dat is wel politiek. Mevrouw Jaren. Ja, voorzitter, was het maar zo. Dat is dus ook net mijn punt. Urgenda is inderdaad een voorbeeld. Maar we hebben nu natuurlijk ook de zaak tegen uh, Zwitserland gezien. Dit zijn geen uh, incidenten meer. Dit gaat vaker gebeuren. En collega Mutler zegt, het eindigt bij ons. Wij maken de regels. Ja, dat klopt. Maar als een rechter zegt, wij vinden die regels niet voldoende. En een, een club die zegt, mede namens ons allemaal te handelen. Waar ik het volstrekt mee oneens ben. Dat heet dan uh, zo mooi die collectieve actie. Zoals in boek 3 uh, van het Beurlijk Wetboek staat. En dan 305. Dat de artikel zo snel mogelijk zou moeten verdwijnen. Dan is het wel degelijk uiteindelijk die rechter die ons terugverwijst. Dus dat is wel degelijk politiek. Maar voorzitter, ik wil even de gelegenheid eigenlijk gebruik, van de gelegenheid gebruik maken om collega Moedler een andere vraag te stellen. Want dat amendement van collega Van Nispen over die financiële belangen van de partners. Eh, ik heb daar zelf het voorbeeld nou bij gebruikt, want wij neigen voor dat amendement. Eh, althans, mijn advies zou voor zijn. Ik weet dat bij politiefuncties, bij gevoelige functies, dat er dan ook wordt gekeken naar de partner. Dat eh, de betreffende functionaris dat ook moet melden. Vanwege de, de kans op nou ja, belangenverstrengeling, chantage, et cetera. Begrijpt collega Muller die gedachtegang en zou dat helpen bij dat amendement te beoordelen, mevrouw Moedelier? Op, op dat laatste direct. Um, ja, nee, wat ik zeg, ik sta open, uh, ik sta open voor uh, argumenten om ons op andere gedachten te, te brengen. Uh, en ik wacht ook de reactie van de, de minister uh, daarop af, maar ik heb aangegeven dat ik mijn primaire, ge, onze primaire gevoel was van ja moet je dat nou willen, want dan trek je hem heel erg door. Omdat ik die kans iets uh, kleiner acht, maar het is niet onbestaanbaar. Dus hoe gaan we daarmee om? Ook in het kader van proportionaliteit. Dus dat wacht ik af. Daar, daarmee zeg ik dus dat ik ervoor open sta. En wat betreft de opmerking die net werd uh, gemaakt um, over um, Klimaatuitspraak van het Hof uh, voor de rechten van de mensen en de reactie van ja, dan moeten we de internationale uh, verdragen maar gaan uh, opzeggen. Um, ja, ik merkte wel dat ik daar wat moeite mee heb en ik denk niet dat we elkaar hierover kunnen overtuigen. Ik, ik denk dat uh, in dit geval het Hof uh, uh, de regels heeft gevolgd. Uh, een andere kan daarvan vinden dat daarmee op de een soort van politieke uitspraak is gedaan. Ja. Nogmaals, wij stellen die regels, wij maken die verdragen, wij maken die wetten. En het is aan een rechter die ik onafhankelijk acht uh, om uh, dat uh, uh, ja, op, op een goede wijze te beoordelen. Daarbij laat ik het. Uh... Dank u wel. Dan gaan we nu uh, naar de heer Eertmans luisteren van de fractie Ja 21.